33 jaar geleden begon Jan Huybers een dierenwinkeltje in de kelder van zijn huis in Den Haag. De winkel is er nog steeds. Hier hebben we de verkoop gewoon voor konijntjes. In combinatie met een educatief centrum. Hier hebben we allemaal prehistorische vitrines. En een heuse dierentuin. Het concept is dus eigenlijk fun shopping en ja, het wordt steeds uitgebreider en professioneler. Afgelopen weekend werd zijn Aventuria de Vogelkelder geopend. De hele familie van Jan werkt er nu. Hij hoopt dat zijn kleinkinderen het ooit zullen overnemen. 3 kleinkinderen en ja, dat was de toekomst. En daar is het voor gemaakt eigenlijk, voor de uitbreiding en de toekomst van de kinderen. Maar het is dus wel de bedoeling dat zij de zaak gaan overnemen? Ja, maar ik kan nooit forceren. Dat is iets wat je niet van tevoren weet. Misschien willen ze niet. Nee, ja, oké, maar dan staat er toch wat iets waar ze van kunnen plukken of kunnen genieten of wat voor manier dan ook. En er zal toch wel eentje zijn die het voort zou willen zetten. Toen hij net begon had hij nooit gedacht dat zijn zaak zo groot zou worden. Maar nu hij dit heeft bereikt, durft hij ook nog wel een stapje verder te dromen. Dan ben ik 90 en dan hebben we een torenflat hier bovenop staan. En dan zijn we 6 keer zo groot als nu. Dat is echt dromen wat ik nu doe.